Waarom wordt er altijd maar over jongeren gepraat, maar niet met jongeren? En waarom zijn jongeren vaak weer te jong? Wie steunt onze generatie op dit moment? Ik wil jongeren echt een stem geven in de Tweede Kamer. Ik hoorde net in het debat al dat het heel vaak gaat over jongeren. Volgens mij ook een stukje in het pensioenen. Wie gaat dadelijk die rekening betalen? En dat is volgens mij heel erg belangrijk dat die generatie die de toekomst vormt, dat die ook aan tafel komt en dat die mee gaat praten. En daarom willen wij jongen in de Kamer krijgen. Ja, want jullie hebben nummer 2 op de lijst volgens mij die zo jong is dat ze eigenlijk niet eens in de Kamer mag. Klopt dat? Nee, en eigenlijk hier dus ook vanavond niet mag zitten. Ze mag hier, nee, na 11 mag je niet op tv, ja. Ja. 16 jaar. Ja. En dat is volgens mij wereldwijd nog niet eens voorgekomen. Dat zegt natuurlijk wel wat over de ambitie ook van jongeren. En jullie partij is echt ontstaan, een beetje uit ongenoegen. Wat was voor jou het moment dat je dacht, en nou ga ik gewoon deze partij oprichten en dit doen? Wat is het ongenoegen? Verschillende momenten. En een van die momenten is ook die discussie hier. Ik wil graag die balans terugbrengen in de Tweede Kamer. We zien, de gemiddeld Kamerlid is 48 jaar. Die heeft een woning, die hebben kinderen, die hebben een auto. En heel veel jongeren hebben dat niet. Dus ik denk dat we in twee werelden gaan leven die langs elkaar heen bewegen. Ja. En ik denk daarom dat het goed is dat er ook jongeren in de Kamer komen. Want je bent 19 jaar, je studeert ook nog. Ja. Straks krijg je je zetel. Zie je jezelf daar als 19-jarige ook tegen dit soort zwaargewichten die debatten voeren? Heel graag met. Ik zie hier een discussie en ik praat liever vanuit verbinding. Dus echt samen in gesprek gaan. Waar ligt nou het probleem en hoe kunnen we dat samen oplossen? Ja. Want volgens mij stoten we op deze manier alleen maar kiezers weg. Mensen die minder interesse krijgen in politiek, in het politieke spelletje wat er gespeeld wordt. En ik hoop is dat wat je net zag? Ja, voor mij wel. Ik vind het zonde. Beide personen proberen een doelgroep te vertegenwoordigen. Volgens mij zou het hen sieren als ze hier elkaar de hand reiken en tot een oplossing komen. Ja. Om die doelgroep echt een stem te geven. Want er zijn ouderen die zich al bij jullie hebben aangemeld, hè? Fantastisch, ja. Ik merk, om een berichtje te noemen, dat was Hansje. Hansje is 67 en die zei tegen mij, soms voel ik me 18, soms 24 en soms 42. En ik ben nog nooit lid geweest van een politieke partij, maar ik word lid van jullie. Wow. Omdat het tijd is voor jongeren in de Kamer. Een nieuw, fris en creatief geluid. Dus dat vind ik fantastisch. Oh, ja.